We moeten nu in verzet komen en dat is allemaal onder het mom van volksgezondheid. Nou, het is totale lariekoek. Het heeft niks met volksgezondheid te maken, alles met controle. Het feit dat het niks met volksgezondheid te maken laat wel zien dat al die maatregelen die hier worden genomen, sportscholen dicht, medicijnen die wel echt kunnen werken, dus ivermectine verbieden. En anderzijds, lockdowns, heel schadelijk zijn voor de volksgezondheid, dat opleggen. Maar het allerergste zijn natuurlijk die vaccins. Daar wil ik het heel kort even met u over hebben. Want er komt steeds meer naar buiten op die vaccins, over de bijwerking. U leest de berichten, sporters vallen met bordjes om. Ze kunnen bij de uitvaartorganisaties kunnen de koelwagens aanslepen. En dit was al bekend bij Pfizer zelf. Bij het Forum zijn ze trouwens niet voor gevaccineerd, toch? Of wel? Nee, je moet het zelf weten. Dus ja? Tegen... Heb jij je gevaccineerd? Nee, daar zeg ik even. Oké, dan moet je zelf weten. Ik vind het gewoon vragen van iedereen moet het zelf weten. Dus oké, nee, maar ja. Ik wist niet dat dat zo gevoelig was. Nee, niet gevoelig, maar ik vind dat... Nee, maar het is ook een privé-kwestie. Ja, je moet dat zelf weten. Nee, mensen Kamerleden, ik ga maar geen namen noemen. Ik vind dat echt bizar. Die dan ze laten zien hoe ze een injectie krijgen. Zo. Ja, ik hoef het allemaal niet... Ik vind het zit in de privé.